Yo, kijkers van de wereld, welkom. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van mij voor de nieuwe Bannerweek. Zoals jullie in de vette intro hebben gezien, ga ik een banner maken voor Mariska van het kanaal Born to be Mariska. Ze had een foto naar mij toegestuurd en die heb ik even uitgeknipt. En nu ben ik al een beetje haar wat smoother aan het maken, zodat het er niet zo uitgeknipt uitziet. En Mariska vertelde mij dat ze graag kleuren zwart en wit en een beetje een roze tinten erin wou hebben. Dus daar ben ik mee begonnen als de basis van de achtergrond. Dat is een beetje roze. En ik heb ook alvast even de levels en de curves van haar foto die ze naar me toegestuurd had een beetje aangepast, zodat ze iets mooier naar voren kwamen. Toen ging ik een pattern aan de achtergrond toevoegen. En begon ik met een balk, want zij zei dat ze zelf heel veel met witte balken werkte en zwarte tekst daarvoor. Dus dat zou wel leuk zijn als dat natuurlijk ook in de banner weer terugkwam. Ook een klein praatvolkje waarin staat ik praat tegen de camera, want dat is natuurlijk uiteraard wat zij doet, zodat mensen die op haar kanaal komen gelijk zien wat zij doet op haar kanaal. Toen ging ik een beetje schuiven met de banners, of met de balken en het praatvolkje. Alle plekken dat je dat een beetje gezien hebt. En toen kwam ik op het idee om nog een nieuwe balk erbij te zetten. Met daarin wat zij allemaal doet op haar kanaal. Echt dus vlogs en shoplogs en lookbooks. En dat had ik daar in die balk gezet. En dat gaf wel een leuk effect. Dat maakte het een beetje een geheel. En ze vertelde me ook dat ze erg van madeliefjes hield. Dus dat wou ik ook wel verwerken in de banner. Dus ik had een foto opgezocht van Google en dat had ik achter de roze achtergrond gezet. Zodat je dat een beetje wazig er doorheen zag. Uiteindelijk maakte ik haar foto nog wat groter, zodat het iets duidelijker in beeld kwam. En toen kwam ik wel tot de conclusie dat iets te veel roze was. Dus roze werd wat minder. Zodat de bloemen ook weer wat meer naar voren kwamen. Ook had ik er een flairtje aan toegevoegd. En zo kwam ik dan uiteindelijk heel gemakkelijk op een heel vet resultaat. Waar Mariska zelf ook heel blij mee is. Vind u het nou een vette banner en wil je ook zo'n banner winnen? Doe dan absoluut een duimpje omhoog. Deel de video met je vrienden. En vergeet ook absoluut niet te abonneren. Want dan maak je alleen maar meer kans om zo'n vette banner te winnen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ciao!